Wij houden ons bezig met de geschiedenis in de zo breed mogelijke zin van het woord, dus eigenlijk is alles belangrijk. We staan hier voor het voormalige kantoor van de textielfabriek Spanjaard. En dat is niet zomaar, maar dat is omdat wij als vereniging meedoen aan het textielfestival. Spanjaard heeft destijds een grote stempel gedrukt op Bonn. En wij zijn van plan om een fototentoonstelling te houden. Met uh, foto's uit de fabriek, de buitenkant, de binnenkant, de spinnerij, de weverij. Nou, noem het allemaal maar op, wat er destijds allemaal was. Daar hebben we foto's van, die gaan we plaatsen op grote panelen. en die worden in de winkels van de ondernemers in het centrum geplaatst. Daar kunt u het uh, bekijken. We doen het zo dat we een aantal keren per jaar wisselen van uh, foto's. Want we hebben natuurlijk ontzettend veel uh, foto's en die willen we allemaal graag uh, laten zien. Dus het is om de paar maanden, dan is er weer een nieuwe collectie en dan kunt u weer genieten van nieuwe foto's. We zijn ook nog van plan om daar een soort speurtocht bij te maken voor de basisschoolkinderen. Maar daarover hoort u straks of later vast wel meer in de media. Dan heeft de Heemkunde Vereniging nog een eigen magazine, Boorn en Boerschap. We hebben vorig jaar een speciale editie gehad. vanwege het feit dat Nederland 75 jaar bevrijd was. En dit jaar gaan we een speciale editie maken voor de textiel. Dus in augustus komt er een speciaal exemplaar uit. wat helemaal gewijd is aan de textiel. met interviews met mensen die daar gewerkt hebben. of onderzoeken die mensen gedaan hebben. of gewoon verhalen die er zijn omtrent de fabriek. Dat is ook de moeite waard. Dit wordt uitgevoerd in full color, dus dat wordt weer een, een prachtig exemplaar.